hier auf Zug. Ranger. Die nou vette rochel waren. Ja, en daar is de Komodo Draki. Daar zat er op een piep. Planter palmen, typisch dat, vind je een Komodo. Zo, we hebben een beetje peur met het lijken, maar wat was dan ook nog een beter. Een typisch poeltje. Start van de draai nog steeds.
onze kamer in Rintja, in het midden van de wildernis. En onze beschermer daarboven, daar is hij. Tokke. Tjik-tjak. Het is 7 uur 's ochtends, Rintja Island. We gaan over een half uurtje onze tweede wandeling door de eiland. Op zoek naar komodo draken. Wordt vandaag zeker heel warm. We zijn nu weer op pad op zoek naar de Komodo Dragons. Misschien hebben we van de tent niet gelukt en gisteren. En, hoe gaat het? Bibi? Zoveel steinen, en toch nog een varanen. Waar zijn ze nou? Slapen ze nou? Kom op jongens. Nou. We hebben nog niks gezien. Nee. Ja. Ja, er is wel een spoor van de start van de varaan. Maar waar is het varaan? Ja, we hebben een eindje gevonden. Eindelijk.
ook kennen. Maar met dit? Nou, ik ga ook vertellen. You see in the... Non, un sport. On dit que Johan. Avec la matraque. Ik ben nu op weg naar de eiland van Bordeaux. En het is rustig geworden. Het is rustig geworden. Het is een heel bekend gevaarlijk zeegebied. Bordeaux, ja, daar gaat het. Dat is een kap van Bordeaux. Die zijn er nog niet, nog niet zo. Heel gevaarlijk. Dat is vandaag en koud, niet zo groot. Er zijn wel in het verleden waren en daar op deze eiland, maar ik geloof maar niet meer. Het is niet zeker. Ah, sorry, is Guillemotin. Dat is ook nog een klein eiland waar dat zijn ook waren in het verleden ook zijn. Maar ja, nu ook niet meer. Dat is een zwijnenzak wat hier naartoe, maar. Ja, de zee is erg rustig geworden. Strong winds. Strong currents. Wel bekend. Thank you.
parti. Au Witte Cacatou. Ja, ça m'appelle Prater Cacatou en Komodo. En dat is een tamarijn tree. Tamarijnboom waar de jonge draakjes blijven de eerste jaren in de boom. Voeren van krekels en dan rennen ze later op de grond. Die is fotogeniek, hè? Het is een ander type landschap dan in Rintje, hè? Een beetje savane bush achter. Te ver naar Banungulung, plek waar de draakjes zijn. Ja, yeah, beautiful. Nog een andere flying lizard. Een draak en kijk nog. En dat was vooral de plaats waar zij zich gingen rijden van de draken offeren. Maar ze doen dat 6 jaar geleden, doen ze dat niet meer. Een goede zaak. Ze moeten zelf voor jaren voor een bestand. Yeah, but we make water here, so sometimes we just, yeah.
De laatste van Vleer. Female is very small. Their head is small and not the biggest. Then half meter. You said his cheeks are black and you can see the color. Yeah. That is the color. The Mis. Beetje onrustig. Fifty or 60 kilos. Wat houden ze daar? It, but their teeth very. They grew, but new ones come. Always. Oh yeah. What? From. Yeah. Yeah, child. This time we come to the village. The child, the dragon. Owen. Owens, yeah. Owen, Mr. Owen. 1912. He is from here. Oh, Tommy. You know Mr. Claudio? What kind of animal in their head? He got a lot, he's crazy about lizards, so you know a lot about him. The big one. We can show tomorrow because morning behind it. Okay. Cafeteria. Yeah, they think they tomorrow know meaning where is their nice. Food is. They know where they can find the food. But many deer and the wild pig will come in the cafeteria and in the kitchen. No problem. I have a stick. Yeah. No problem. You like seeing the nest? Yeah. Maybe you have a dragon. When we make a feed, they sleep. Okay, when. Waiting here. When the load of rain, they go away. Even, this one is protecting the lakes. Yeah. Yeah, by hot from the sun and. Come on.
répondre donc au rat. Oh yeah. He's also on that way. Mm-hmm. Not my house is not from the head. Yeah. They're beautiful. Like we found this piece from a deer. They were eating this piece. They were busy eating this piece. Yeah, that's a wolf from a dragon. Hanging on the tree, eh? But tomorrow we can see more. Eh? But meat. Pig also. Yes, they eat the meat. I think we can put in the. Zo, we mogen nog tenten dus weer wat te eten. En we zullen kunnen nog meer draken kunnen zien. We hadden die antilop in de boom hangen. It's really heavy. Maybe here. Oh. This really is. Yeah. Oh. A little bit more. Yeah, it's hanging. It's hanging. Okay, then. Oh man. Oh man, thank you. Zo, we zijn er terug. We gaan naar onze bungalows, we gaan iets opeten. Het is eigenlijk geen toeristen, man. Die zijn die enigste. We hebben ontzettend veel mazzel gehad. Het is een nocturnale varanen. Ja, de zon is bijna ver en hij is nog steeds aan te zoeken. Maar hij is geen gevaarlijke zijn deze. Het zijn toch geen harde hier, maar toch, soms blijven ze lang in de avond. Hè. We zitten op elkaar. Het lijkt op die riet die zegt dat je ze dan te ver te maken.
Huh? Witte balletjes, dat zijn vruchten. Maar oh. Die vruchten kan je niet eten. Hij rapport is het. En dan nog een small one. Small one. Oh, en daarachter is het dier dat wij hebben gisteren gevonden. He's full, so... Yeah. Oh, tree. Take the, go to the destination. Yeah. So, probably there is a more dragon there. And you can see them there, right? Yeah. Hey, for full of bite. He's going to full already. Maybe he's going to eat. Alright, I'll try too. He's going to eat, yeah. Go! Go, 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 go. Oh.
today. Good. Yeah, you stay here with him. No? Oh, together? Yeah, together. Oh, no, it's not so important. No? I'll wait. I prefer to have dragon. Jean-Jean is catching it. Ja, en daar helemaal achter heb je een kleintje die wacht dat de rotte draken klaar met eten is. En maar niet voor die tijd. Je hebt niet bewogen sinds gisteren, jij, hè? Maar ze slaan in de poel. De meel is de hen. Dus vrij big. Ja, hij is vol.
put you. Je vais donc ce qui hein, moulak hein, ni roti ou quoi. What challenge for commodity? How you there? Il y a maintenant un tir. Là, hein. Oh, ça. De finit, hein. That's for you, I'm out of line. Like a fool, huh? Oh, oh. Turn on again? What? That's right, a stick of right, huh? Kom maar dan, ga maar ook kijken. Ja, ik ben een beetje laat jij. Opschieten als je weer nog een stukje.
pretty. More clutches. Mm-hmm. Even volle buik nou, kijk maar. Oh, ongelooflijk. Toch gaat hij nog door, hè? Tot de laatste stukje. Swallow, yeah. Two, two times swallow. You don't know what you do.
Je vais baisser tout mou la foyer. Hein. Kijk maar die ongepens. Wat voor een de pens. Je flikker rijdt hem, hè? Wat voor een. Mais tu as un problème?
sterk, hein? Ja. Là, c'est un fond, c'est une boîte à chaud. On est maintenant en entente Ferry Narsumbawa, un homme de bus. On n'entend pas ça. Là, c'est Placio Fonflores, à la Buen Pacho. Là, c'est un island qui fait en dehors. C'est l'island. Tout de suite. Op de hoogte, op de kaarten en de We zijn nu op weg naar Sindala, op de ferry. Je hebt een geweldig gelukkig. En dit is de Sindala. Zeker. Het is ongelooflijk. Met zijn 6 op de achterbank.
het is verschrikkelijk. Maar ja, en onder keus, dat is het wel. Thuis de duur. En thuis jullie al wel? Alles goed? Ja, doe maar niet. Zo, dat was een reisje. Ja. Hallo boys! Hey! Let's see the muscles. Come on. Whoa. Strong boys. Yeah. Hallo. Hallo. Hallo, grote maat. Hallo. Moet je in de boom? Ja, die is heel lief, hè? Ja, die is heel veel. Landa voor jou, de laatste. Kijk, kijk, kijk. Oeh, ik zou je niet aan. Nee, moet je niet doen, hè? Finish. Finito. The one, Michelle. I'm going to
In. Nu zijn we gekomen in de noordelijkste kant van Lombok. Daar is een waterval dat we zometeen gaan bezoeken. Because they're slippery and Is there the coconut? Oh yeah. Mm-hmm. I was looking to do with
Maar hier is hij de jojo weer. Ja, het is gewoon heel lekker op voelen, het is ongelooflijk. Ja, ik wil dat vanuit hier prachtig. Oh man, het is een ongelooflijk. Traditioneel Lombok dorp. En dan inside, dat is een kleine brugge. I mean, Even dudes, they have a lot of rice, I mean a lot of rice fields, something like that, not so cool, but they still... They are good dogs. Hallo. Onze laatste afgrond, hè? Ja, laatste avond. In Lombok, hè? We wachten nou op het eten. Oh,
Nou, dit is onze ene laatste dag. En het regent pijpstelen in Ubud. Het is nog steeds hartstikke warm. En dit is waar wij nu zijn. Even een leuk plekje. Met zwembad. Ja, daar hebben we vanochtend al in gezwommen. En dat alles voor de prijs van, wat was het? 25 gulden. Dit is ons terrasje. En we ontbijten. Oh, dat is ook nog inclusief ontbijt. En ja, de Jean-Michel, hartstikke bruin. Ja. En we hopen nog steeds dat we onze tas terugkrijgen. Of hij zijn tas terugkrijgt. Ja, met zijn Komodo shirtjes. Ja. Ja, eigen schuld. Ja, dikke wil. Oké. En dat is de aapje van het. Van het. Ja, van de tuin. Hallo, Kenjaar. Sur route.